Ik vind de ramen het mooist. De ramen en de lichtinval, als de zon zo doorheen schijnt door de ramen, dan ja, dat is wel echt schitterend. Dit klooster aan de Dekenroesstraat in Utrecht wordt binnenkort verbouwd. Maar de liefhebbers hoeven niet bang te zijn dat het zijn karakter verliest. Zoals je nu ziet is het een klooster en dat willen we graag zo houden in de toekomst. Dus als mensen hier een woning kopen, dat ze ook echt in een klooster wonen. En ja, het feit dat het niet monumentaal is, wil niet betekenen dat wij daarmee alle waardes uit het verleden zomaar weg willen halen. Want die zijn juist zo belangrijk voor het pand. En die waardes zijn goed te zien in de kapel waar Koen en Julie wonen. Julie ging alleen naar de bezichtiging. De eerste keer was ik inderdaad met de bezichtiging en toen dacht ik echt, wauw, dit is echt een vette plek om te wonen. En Koen kon niet mee, dus die ging wonen in een klooster dat hij nog nooit had gezien. Ik kwam hier met mijn verhuisdoos aanlopen. En toen dacht ik, ja, vond het wel echt schitterend gelijk, ja. Het is nog even wennen, maar in ieder geval een super plekje om voor het eerst samen te wonen. Inderdaad, onder toezicht van God, dan moet het goed komen met de liefde.